Onze gast vandaag in de lunchbreak, Nouchka Fontijn. Waarom? Een van de leukste sportvrouwen van onze stad en regio. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade, VLS, Citybril, Citylens en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Wat is er zo leuk, Jan Dirk? Ik vind het een aardig mens. Een leuke vrouw, een aardige vrouw. Ja, niet, we kennen elkaar niet zo heel goed. Maar, de keer maar wat is dan... Ja, ik vind een vrolijke, open persoonlijkheid. Ja, dat spreekt me aan. Zullen we even bij de actualiteit beginnen? Ja, leuk. Corona. Ja. Met name in de grote steden. Met name in Rotterdam. Morgenavond komen de maatregelen. Jij hebt het gehad. Ja, ja, een maandje geleden ongeveer... Ja, ineens wel kort, gelukkig wel goed uitgekomen. Maar ja, wel even ziek en toch maar getest. Eigenlijk meer voor de zekerheid. Omdat je denkt, als ik die test heb gedaan, kan ik binnen 48 uur weer de straat op. En dan is alles weer goed. Toen belden ze toch ineens op van de GGD. Want het is positief. Dus ik viel bijna van mijn stoel, want dat had ik eigenlijk niet meer verwacht. Ik voelde me donderdag al wel weer een stuk beter. Maar dan is het toch even binnen blijven en in quarantaine. En weet je waar je het hebt opgelopen? Nee, niet helemaal duidelijk. Maar ja, ik vermoed eigenlijk wel toch vanuit het sporten. Want buiten ben je ook weer wel op afstand geweest. En ja, bijvoorbeeld in de boksschool is het natuurlijk wel heel makkelijk. Dat we zijn allemaal aan het zweten en je hebt die handschoenen eigenlijk bij je neus. Ja. En je stopt het zo bij iemand anders in zijn gezicht. Maar ja, ik ken niemand anders eigenlijk die het gehad heeft. Dus het blijft speculeren. Maar dan kan je maatregelen gaan nemen. Maar wat kan je doen? Nou ja, kijk, als je het echt zou willen stopzetten, dan moet je naar een algehele lockdown. Maar dat gaan ze niet doen. Daar is ook weinig draagvlak voor onder mensen. Of geen draagvlak. Ik vind dat iedereen in mijn omgeving zich weer gedraagt zoals we ooit deden. En wat ook hoort eigenlijk. Ja, dus daarom zeggen ze, loopt dat aantal besmettingen weer op. Maar ze testen ook duizenden keren meer dan daarvoor. Frank, dat blijft natuurlijk wel. Kijk, en wat je ziet, ik heb pas met iemand gesproken die een mening mag hebben hierover. Die zegt dat virus ook kan muteren. Het is besmettelijker dan het was, lijkt het wel. Meer mensen, komt ook door testen. Maar het is ook minder heftig dan het toen was in het begin. Mensen liggen minder in het ziekenhuis. En zo. Jij hebt er nu ook een mening over en ik vraag het je. Maar ik merk het op school ook met ouders die dan echt van toeten nog blazen weten. En dan allemaal met hele referaten komen over wat je dan moet doen en hoe gevaarlijk het is. Jij zijn net tot Lange Frans aan toe. Ja, die heeft, heeft ook allemaal een podcast gemaakt waarin hij zegt dat Rutte omgebracht zou moeten worden. Die mogelijkheid werd besproken. Ja, dat slaat natuurlijk volledig door. Wat is nou eigenlijk het gevoel... diep van binnen, als je helemaal naar de bodem gaat, als je iemand keihard voor zijn kanen slaat? Misschien moet je een beetje nuanceren of het op straat zou zijn of in de ring of in de wedstrijd. In de wedstrijd is het natuurlijk oké, lekker mooi. In de training zit er iets... Ja, in de wedstrijd is het wel echt no mercy. Dan is het geen ene seconde dat je nadenkt van, zou zij er last van hebben? En in de training is dat wel wat anders. Want in de training heb je te maken met mensen die lichter zijn, zwaarder zijn en... minder ervaren of meer ervaren. Dus dan is het wel... Kijk, als je in de training iemand heel hard slaat, dan vraag je wel even van oké, kunnen we door? En dan geef je even een handshake en dan zo, maar... In een wedstrijd, als je echt een voltreffer maakt, wat doet dat met iemand? Nou, op dat moment niet zo heel veel, want je moet gelijk door. Die wedstrijden zijn maar kort, dus alles is één seconde. Ook als je gelijk als je een harde klap krijgt, dan is het ook... Ja, we hebben geen tijd om daar eigenlijk bij stil te staan. Dan is het gewoon gelijk, shit, handen weer hoog en door. En dat is eigenlijk ook als je iemand een klap geeft, dan is het ook oké, mooi. Ik heb het één keer goed geraakt, dan is zij waarschijnlijk even uit balans of eventjes. En dan moet je eigenlijk gelijk doorpakken. Heb je buiten de ring wel eens gevochten? Nee. Was vroeger wel een beetje een droom van me. Toen deed ik nog taekwondo en dan fiets ik door het park. En dan dacht ik, dan zag ik mezelf helemaal op de voorkant staan in de voorpagina van de krant. Dat je dacht van iemand probeert je van je fiets te trekken en dat je dan zo'n volwassen man neerslaat. Of Bud Spencer en Terence Hill, weet je, dat je zo'n hele kroeg... die ken jij natuurlijk niet. Nee, maar ik droom er inmiddels ook niet meer van hoor. Het is goed zo. Heb jij wel eens gevochten? Nee, ik ben niet zo'n vechtersbaas, zal ik je eerlijk zeggen. Nee, dat past niet zo bij me. Nee. Je bent laat begonnen eigenlijk, hè? Voor iemand die er zo smakelijk over kan praten. Ja, maar boksen is ook eigenlijk in Nederland vooral een sport die je niet echt heel erg doet als kind. Zoals mensen hun kinderen op judo doen of zo op 5-6-jarige leeftijd. Dat is bij boksen niet zo. En ik heb wel eerst taekwondo gedaan. Dus daar is wel die fighting spirit gekomen. Ja. En daar
Daar leerde je natuurlijk wel gewoon letterlijk vechten. En het was prima om op mijn 19e te beginnen. Het maakt wel een soort van maatschappelijke revival door, heel dat boksen, mag ik dat zeggen? Hij heeft wel een poosje in een kille hoek gezeten. Wat ik in deze stad gebeurt met Gladiatoren aan de Maas, Marichel natuurlijk, die de allemaal gala's organiseren voor het bedrijfsleven. Ja. Waardoor mensen die nooit wilden boksen, maar ineens toch gaan trainen om een jaar lang zich te kunnen voorbereiden. Dat zijn evenementen die erg goed bezocht worden, die ook erg goed georganiseerd zijn allebei, vind ik. Ja. Dat is wel voor jullie sport belangrijk, kan ik me voorstellen. Ja, maar dat is dus ook letterlijk gewoon met training. Er zijn altijd mensen, wij doen nu wat personal training. Dan komen mensen naar me toe. Wat wil je? Ja, ik wil fit worden. En dan wil je dan boksen? Ja, weet ik niet. Kan wel. En dan doen we krachttraining, conditietraining. Maar dan pakken we die bokshandschoenen erbij. En dan blijken ze dat allemaal prachtig te vinden. Ja. Weet je wel? En ze hebben niet iedereen heeft zin om klappen op zijn neus te krijgen. Maar die sport is inmiddels inderdaad op zoveel manieren te doen. En er zijn heel veel cardio-bokslessen. Dus het gaat de goede kant op. Maar het is wel mooi dat als je dat ook in zo'n stad bekijkt. Hè, dat heel vroeger had je boksen in Krooswijk. Was een volkssport. Ja. Van Klaver en Luc van Dam. En een hele grote basis van amateurboxers daaronder. En toen werd het, ik zou niet zeggen een beetje half crimineel. Maar werd het kil en grimmig. En nu is dat blijkbaar op een hele andere manier terug. Ja, het is uit alle lagen. Iedereen die bokshandschoenen aan en white collar boxing. Goede vriend, kennis Leon Aertgeers denken. Die echt een grote rol heeft gespeeld met name Gladiator aan de Maas. Ja, dan is er altijd iemand die voorop gaat lopen en zo'n gala uit de grond stampt. En zorgt dat er bijna 2000 mensen op zo'n zaterdagavond zitten en kijken en een mooie avond hebben. En dat werkt ook verslavend, denk ik. Je ziet de buurman dat doen en dat wil ik ook. Dat is echt groot geworden. Echt groot, ja. Nou zijn we zo midden in dat gesprek verzuild. Maar je bent in een show waar met name mijn vriend Jan Dirk heel veel weggeeft. Het is afgeladen hier weer. Vorige week was hier te gast Bertus Brinkman. Dat was wel bijzonder. Ook een bokser trouwens, hè, Bertus. Bertus Brinkman, zo ziet het er nu uit. Ja. Bertus als kind. En die heeft een prachtig boek over zijn heftige jeugd in Rotterdam-Krooswijk geschreven. Dat boek mogen we weggeven, heet Sodomieten. Dat gaan we doen aan iemand die zich op Frans Elvers, die naam spreek ik gelijk goed uit, maar iemand die zich op Instagram Lotastiek noemt. Of Lautestik, kun je op zijn Engels zeggen. Lotastiek, Lautestik. Die twee krijgen dit prachtige boek Sodomieten toegestuurd. Maar dat denk je, nu is die klaar. Ja, ik leg ze weg. Dan zie je daarnaast dat ding van Sanidump. Een Bluetooth-speaker van Peter van der Wielen van Sanidump. Ja, ook die kun je winnen. Kun je tijdens het douchen, 's morgens even je favoriete muziek luisteren. Mailen naar info@reur.nl. info@reur.nl. Ik heb een beetje een reputatie in dat programma. Dat vaak als ik mensen naar hun relatie vraag, dan is het uit of ze zijn net gescheiden of zo. Dus we zijn er nu maar een beetje voorzichtiger in geworden. Maar hoe zit het met jou eigenlijk? Ja, gaat goed. Je bent nog steeds met je trainer. Ja, zeker. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Was je eerst trainer? Hij was eerst mijn trainer. En dat liep een beetje uit de hand. Ja, dat was nooit de bedoeling, maar... Zit erbij te wachten. Dat is wel een ernstig verhaal. Ik zit erover na te denken hoe dat werkt. Dus er is een ander... Kiki Bertens laat zich nu coachen door een goede vriendin. Daar was best kritiek op, omdat de vraag vooral is, kun je dat nog kritisch Maar je had toch ook Marianne Timmer en... Marianne Timmer en die Canadese coach. Pieter Muller, Amerikaan. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Dus... Ja, maar mensen vragen er wel meer naar. Maar voor ons is het inmiddels zo gewend. En je zegt, dat snap ik nu. Dus vraag ik ook niet meer naar. Maar in het begin, ga je natuurlijk met elkaar trainen. En ineens denkt een van de twee je wordt wel heel close en het werd wel heel gezellig. En het is een tijdje terug, maar zo ging dat. Maar is dat dan niet een enorme stap om daaraan toe te geven? Ja, ik was 19, 20, kom uit schelen. Dus ik weet het niet. Maar goed, het heeft ook wel uitgebleken dat het een goede match was. Want inmiddels al 10 jaar samen. En nu ook in de corona, je zit ook wekenlang. We hebben dus 2 weken lang binnen gezeten. En we zijn nog steeds bij elkaar, dus een goede test. En wat brengt dat in je carrière eigenlijk? Wat heeft dat toen gedaan? Zeg nou...
Ik zeg van hij is naar mij minstens zo streng als naar de rest. Misschien ook wel omdat hij niet wilde dat ik klappen krijg. Dus extra ja, eigenlijk, ik stel altijd die vraag, ik wist niet hoe lang die relatie duurde. Maar als je ondertussen een Olympische medaille wint, wereldkampioen wordt, die titel wordt je ontnomen. Ja, dan is natuurlijk die carrière wel goed gekomen. Ja, dat is zeker goed gekomen. Dan ben je de beste van de wereld. Maar ook aan het begin, als je kijkt naar het begin van die carrière in 2011 of zo. Dan gingen we al naar Kazachstan. En dan, toen waren er helemaal geen andere dames op niveau die meegingen. Dus dan waren wij met z'n tweeën ergens in een uithoek in Kazachstan. En dan ben je blij dat je het kan vinden met je coach. In plaats van dat het iemand is waar je afstandelijk mee omgaat. Dus dan hebben we mooie tijden natuurlijk. Ja, het is inderdaad niet zo afstandelijk gebleven. Nee. Kazachstan uit, jongens. Lijkt me lastig. Ja, nee, lachen. Echt leuk. Mooie herinneringen. Nog even terug naar waar we net waren. Mag je Rotterdam gewoon de boksstad van Nederland noemen? Ja, zeker. Zeker. Ja, veel boksscholen en ook boksscholen die presteren. En het is wel grappig om te zien ook dat je gewoon per provincie een beetje je dingen hebt. Je hebt bijvoorbeeld, Noord-Holland bokst weer anders en Friesland bokst ook weer anders. En dat is wel grappig. Hoe doe je anders boksen? Nou ja, bijvoorbeeld in Limburg, daar zitten heel veel profs. Daar zit dan één boksschool die veel met profs doen. En ik vind Rotterdam toch wel technisch. Bij meerdere scholen denk ik van, daar wordt wel technisch gebokst. En dan zie je een beetje dan, Friesland, Noord-Holland is iets meer de beuk ruim erin. Hier ook wel ruim, maar wel met techniek. Er komen gewoon boksers nu ook, Delano, Archom. Bij ons op de sportschool ook verschillende dames die gewoon richting Europese levels gaan. En daar moet op een gegeven moment moet daar techniek bij komen. Als je begint met boksen en je kan goed vechten en je hebt een vechtershart en je raadt ervoor, dan win je die eerste wedstrijdjes wel. Maar dan nieuwelingenklasse leuk, B-klasse leuk. Maar om echt door te breken, dan gaat het eigenlijk om techniek, tactiek. En dat moet natuurlijk vanuit de boksschool worden bijgeleerd. Dus dat ligt eraan wie er voor de klas staat. Ja. Nou, kan je zelf ook meedoen aan dit programma. Als je via Facebook zit te kijken, met name. Dan kan je je vragen onder de uitzending kwijt. Ja, ook op Reuken. Mark heeft dat gedaan. Ja, dat is nou echt een vraag die al 100.000 keer gesteld zou zijn. Wat heeft je nou in godsnaam bezield om als zo'n mooi meisje ineens te gaan boksen? Ja, door taekwondo eigenlijk. En dat ook de taekwondo was een sport die ik als meisje nog gewoon agressief vond. Want ik dacht, een vechtsport, wat moet je daarmee? Maar later kreeg ik een vriendinnetje en die was gewoon klein, iel en tenger. En zij was helemaal verkocht aan die sport. Dus die zei, ga eens een keertje mee. En vanaf de eerste keer dat ik daar was, was dat een verslaving. En wilde ik daar zo vaak mogelijk in de week zijn. En op een gegeven moment had ik die zwarte band behaald. En ik wilde beter worden met mijn handen in dat gevecht. En toen zei iemand, dan moet je naar die boksschool gaan. En het was niet helemaal liefde op het eerste gezicht. Het was zaterdagochtend met een trainer die ik ook niet goed kende. En tussen allemaal grote mannen met een bierbuik en een heleboel zweet over en weer. Maar niet zo heel romantisch. Maar ik had wel ontzettende pijn in mijn armen achteraf. Dus ik dacht, dit moet wel goed voor me zijn. En met hakken over de sloot de volgende week weer. En daar was mijn huidige trainer. En die zei, doe ze wat voor. En heb je zin, wil je wedstrijden doen? Kom je morgen weer? Dus dat ging heel snel ineens. Want daar bleek dat als ik wedstrijden wilde doen, dat ik 5 dagen in de week kwam. En dat was eigenlijk waar ik in dat taekwondo heel tijd op hoopte. Daar zat ik 3 dagen thuis te wachten tot ik weer mocht. Mm-hmm. En hier zo ging het heel snel. En, 3 maanden later had ik mijn eerste wedstrijd en toen was eigenlijk geen weg meer terug, want dat ging goed en dat ging beter. En, Was hij, Abdul, dan ook de eerste die je talent zag? Ja, zeker. En daarom denk ik ook als je zegt van waarom, je bent pas op je 19e begonnen, denk ik wat als ik op mijn 17e was begonnen en ik was niet bij hem terechtgekomen, dan was alles heel anders gegaan. Dus dat is dan toch een beetje klopt. Dat je talent niet altijd per se kon bovendrijven. Zeker. Want wat ik zeg, er zijn een heleboel boksscholen in Nederland en ik vind het niveau soms van opleiding van trainers heel erg wisselend. En ik weet gewoon zeker dat als je bij iemand anders terecht kon, dan zullen ze ook zeggen van ze kan ze goed, hè. Of ze leuk dat ze zich zo inzet. Maar weet je wel, dat talent inderdaad, dat moet helemaal ontwikkeld worden. En wij hebben daar samen eigenlijk hard aan gewerkt. We zijn vrij snel naar het buitenland gegaan, altijd naar trainingskampen. En mijn trainer die slurpt eigenlijk al die kennis op en die heeft dat allemaal meegenomen in onze eigen trainingen. Dus allemaal beeldmateriaal uit het buitenland. En dat is helemaal gaan ontwikkelen. En dat, dat gaat niet zomaar. Nou is en blijft het natuurlijk een sport van harde jongens, hè? Hoe kijk jij nou naar heel dat gedoe in die turnwereld?
Ja, best wel lastig, want ik ken eigenlijk ook wel de trainers, sommige dan, die daarbij betrokken waren. En dat zijn zulke, ja, nette mannen, gewoon zoals jullie hier aan tafel, dat je denkt, ja, ik vind het moeilijk om te geloven. Dat heeft echt nog nooit iemand gezegd, hè? Ja, nou ja, ik kreeg ook de complimenten zo, hè. Dus, dat is de eerste leugen in gesprek. Nee, maar dit is een man waarvan je bijna niet kan geloven dat daar vervelende dingen achter zouden zitten. Die vader van San Wevers. Ja. En ik ken natuurlijk niet meiden, ja, die trainen daar nog steeds, het gaat hartstikke goed. Maar ik snap ook wel, dat is ook in het boksen, wat zeggen ze, zachte... Heelmeesters maken stinkende wonden. Ik snap dat dat best wel daar zo gewoon hard tegen hard is. En dat is in de boksschool ook, daar vallen ook woorden dat je niet zou pikken als dat op straat wordt gezegd of zo, weet je wel. Dat, ja, maar dit gaat voor mij wel verder dan alleen woorden. Dit is een manier van leven waarin zulke... Alleen de vraag is, die kun jij veel beter beantwoorden dan wij, kan het nou ook anders? Kan het liefdevol? Nou ja, bij die jeugd denk ik wel. Ik heb ook die documentaire gezien op een gegeven moment. Twee Doctoren heette dat. Dat was ook dat je denkt van een kind wilde naar een verjaardagsfeestje. Ja, nou dat kan, maar dan doe jij dus niet mee met die wedstrijden. Dus dat is gewoon heel hard. Maar ja, als je het natuurlijk overgaat op fysiek geweld of zo. Ja, dat moet natuurlijk dat sowieso niet. Ja. Maar ik snap best wel dat het echt streng moet zijn. Want dat turn ook, dat is zo'n wereld. Zoveel mensen op de wereld doen dat. Zeg maar die selectie, ook als je het zou vergelijken met China. Wat daar achter de deuren gebeurt, dat wil je natuurlijk helemaal niet zien. Ja, het is het onderzoek moet uitblijken natuurlijk of dat die meiden gelijk hebben of de trainers. Maar je zit wel allemaal, dat vind ik zo moeilijk, je zit allemaal in zo'n kokonnetje. Dus het zijn die kinderen die misschien zelf hun keuzes niet kunnen maken, maar die ouders die ze ook laten gaan, die wordt door niemand gedwongen. Ja. Die trainers die daarin zitten en je doet dat jarenlang en je komt 15 jaar later. Ja, en als het pijn doet, moet je het... ook over hebben. Maar ik vind het wel een moeilijke kwestie. Marcel vraagt, ben je agressief aangelegd? Nee, helemaal niet. Dat blijkt ook uit dat ik helemaal nooit buiten iets ruzie met iemand heb. Ik ben eigenlijk heel voorkomend. Ik heb nooit ruzie met mensen. En zelfs vorig jaar of zo zat ik op een fiets ergens in een buitengebied rond uit te laten. En toen was er gewoon een gekkie. En een vrouw was er, maar die trok me zo wat van mijn fiets. En ik wist dat daar in die buurt een rare vrouw rondliep. Maar als ik daar aan terugdenk, denk ik ook van die vrouw die trok eigenlijk aan mijn fiets. En schreeuwde dat ik daar niet mocht fietsen. Ik had haar ook gewoon een klap kunnen geven. Maar pas achteraf thuis denk ik van, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb alleen maar gezegd, laat los of zo, weet je wel. Dus, dat je daar thuis achter komt. Nee, ja. Heeft een Europees kampioen boksen. Nee, maar je hoeft niet bang voor mij te zijn op straat. Milou die denkt, ik heb er genoeg van, we gaan gelijk de diepte in. Je hebt een fantastische hond, een goede carrière, een leuke relatie. Ach, wat is voor jou het belangrijkste? Ach nee, dat hoef ik toch niet op een rijtje te zetten. nee, ik zou die keuze niet willen maken natuurlijk. Dat is een vraag. Wat is het belangrijkste op dit moment? Is die carrière natuurlijk belangrijk. Maar ik heb ook wel het geluk gehad door die corona natuurlijk alles lag stil. Dus de tijd die je met familie, vrienden en met de hond hebt kunnen doorbrengen, die was oneindig. Dus ja, mooie balans. Is het lastig dat die spelen in jou zijn uitgesteld? Is je focus was weg, denk ik? Of die was minder nodig? Nee, het was wel makkelijk natuurlijk. We zaten er middenin toen het gestopt werd natuurlijk. Dus ja, we hebben natuurlijk getraind eigenlijk voor niks. We zijn 4 jaar, hè? Ja, dus dat voelt niet voor niks, omdat er dan toernooien tussen zijn geweest. Maar vanaf november, december gaan trainen en januari, februari. Nou, ook blessures, dingen, ellende. Je hebt ook ellende die je meemaakt tot achteraf denk je, dat had allemaal niet gehoeven. En we zijn naar Turkije geweest voor een heel zwaar trainingskamp. En dan achteraf denk ik, waar was dat allemaal voor? En op dat moment was je natuurlijk scherp en fit. En dat zijn we natuurlijk allemaal wel een beetje kwijtgeraakt. Ja. Dus die moeten we opnieuw opbouwen. En zonder dat je zeker weet dat het volgend jaar wel doorgaat. Ja, daar ga ik wel van uit hoor. Maar je moet wel. De komende tijd is wel gewoon nog wazig. Onze kwalificatie is in februari dan, dus dat is de stip op de horizon. Maar wat er dan daarvoor gebeurt, in oktober is volgens mij een toernooi in Duitsland. En die hele Duitse selectie lag nu al met corona thuis. Dus weet je wel, dan denk je wel, gaat dat door? En die toernooien, wat er nu op de agenda staat, wij moeten een planning maken, maar eigenlijk slaat dat nog nergens op. Nee. Jij gaat er niet vanuit, hè? Nou, Tokio 2021. Nee, ik kan me dat niet voorstellen. Dat is niet leuk om te zeggen, maar ik kan me niet voorstellen. Kijk, je kan bij het EK voetbal, dat zie je nu ook met die Champions League, heb je dat gezien, dat kun je natuurlijk best
in een aantal speelsteden, je hoeft niet meer in heel Europa te doen, dat is natuurlijk onzin. In een aantal stadions kun je een EK voetbal afwerken met heel weinig publiek of geen publiek. Ja. Maar spelen, je moet dan uit heel de wereld mensen. Als je erover na gaat denken, dan denk je inderdaad zo'n Olympisch dorp met die 3000 mensen in de eetzaal. Ik weet het ook niet, maar voor ons is geen optie om ook maar 1% twijfel te hebben. Nee. En dat was ook voor dat kwalificatietoernooi. Logisch, mensen vroegen dat, gaat het wel door, gaat het door? Ik heb op een gegeven moment gezegd, het is klaar, het gaat door. Ja, en het is niet doorgegaan, nou ja. Maar je kan het niet, je kan het niet permitteren door te denken van, nou, misschien wel, misschien niet. Dus dat gaat gewoon door. En kun je het zonder publiek doen, jongens? Kun je dan, alles kan. Ja, maar het is wel. Maar dat is natuurlijk niet. Dat zien we nu ook bij profboxwedstrijden. Zie je op tv een livestream. En er zit er dus niemand omheen. Maar dan mis je inderdaad wel... Bij tennis heb ik er als tv-kijker minder last van dan bij voetbal. Maar dan is het publiek sowieso stil tijdens punten. Ja, en weet je, zoals bij de Tour de France, is het gewoon veel leuker. Dat nu sommige bergen constant afgesloten geweest de afgelopen dagen. Ja. Wat wou ik nou verder nog... Want we beginnen nou over het niet doorgaan van die spelen. Maar het was sowieso natuurlijk een bizar jaar eigenlijk voor jou als je het op sportgebied bekijkt. Ja. Over het mislopen van die wereldtitel is er natuurlijk heel veel gezegd. Laten we even kijken naar een kort filmpje daarover. Laten we dat nog gezellig doen. Ja, gezellig. Een enorme domper. Dat je eerst even tijdje 1 bent en dan 2 wordt, dat geeft een klap. En als je dan nog naar de reden kijkt en de manier waarop het behandeld wordt, dat deugt gewoon helemaal niet. From the red corner, Luske Valkijn representing the Netherlands. Tijdens de wedstrijd krijgt Ruud op de tribune van verschillende coaches te horen dat Nuska alle rondes dik heeft gewonnen. Maar Lauren Price tekent protest aan. Zij vindt dat ze in de tweede ronde meer punten had moeten krijgen. Als we hadden geweten dat dit protest liep, dan hadden we kunnen zeggen, je weet je wel, laten we dan die hele wedstrijd bekijken. Want om daarna een stukje uit te lichten waarvan je zegt, daar hebben die juryleden niet echt zuiver gedaan. Ja, dat klinkt heel ongelijk. De medailleuitreiking is in volle gang, maar ineens wordt de ceremonie gestaakt. Pas een uur later komt er duidelijkheid. Nuska heeft zilver. Weg, wereldtitel. Ze is ook niet naar de medailleuitreiking gegaan. Het was ook een soort statement naar de organisatie van... Gaan er maar niet vanuit dat dit allemaal gewaardeerd wordt aan onze kant. Ja, ik ken natuurlijk dit verhaal wel, maar dat afbreken van die ceremonie... Ja, dat was even een momentje. Zo, dat is bizar. Want er stond er al, nummer 3 stond al op het podium. Ja. Ja, ik was op dat moment nog helemaal niet bewust van de dingen die ondertussen achter de schermen al liepen. En die avond die blijft wel, dat blijft altijd op je netvlies staan, hoe dat ging. Dat was gewoon eigenlijk hel, want niks aan de hand, allemaal lachen nog voor die ceremonie natuurlijk. En we gingen daar naartoe en we stonden daar, dat duurde maar. Wist je tegenstandsrit? Weet ik niet. Dan kan ook ik denk dat het achterrug is omgegaan. Ja, dat denk ik ook, want wij werden heel snel uit de ring gehaald. Er zit dan altijd 1 wedstrijd tussen en ze zijn altijd heel panisch natuurlijk dat er iemand ontbreekt. Dus je moet gelijk naar die stoelen ergens achteraf. Dus wij zaten eigenlijk op een gebied alleen maar met z'n vieren, met de 4 medaillewinnaars. En op dat podium inderdaad, was het, dat duurde. En ligt het aan het licht of aan het geluid. En toen dacht ik, eigenlijk net voordat zij het omriepen, dacht ik, ik weet het al, er is iets goed mis. Ja. Wat gek, hè? Ja. We zien daar je vader, Ruud. Ja. In het begin was hij helemaal niet zo blij, hè, dat je ging boksen? Nee, maar dat is wel snel omgedraaid, hoor. Dat is in Nederland een paar keer komen kijken en daarna zijn mijn ouders heel de wereld overgereisd achter mij aan. Dus Hoe veel pijn doet dat inmiddels bijna een jaar geleden? Ja, het blijft natuurlijk een beetje een zwarte pagina. Maar het is, ik kan ook niet zeggen dat ik er niet meer dagelijks aan denk. Er komt altijd wel iets voorbij. Ja? Is er corruptie gepleegd, denk jij? Weet ik niet. Wil je er niet over nadenken? Nee, heeft ook geen zin. Kan je toch niet achterhalen. Dat er allemaal fouten zijn gemaakt in die procedure, dat is wel duidelijk. Want het is eigenlijk was het een van de eerste toernooien en gelijk de laatste waarin deze protestactie liep. Eigenlijk een soort bonusactie van Albert Heijn. Maar je kon dus alleen op dit toernooi en 1 toernooi ervoor of zo was er ineens een briefing van je kan protest maken. Dat is helemaal nooit geweest. Ben je in de gelegenheid geweest om zelfs een boksmond een tegenprotest in te dienen? Ja. Achteraf als je de regels bekijkt hadden wij, terwijl ik won, protest moeten maken. Omdat het dus niet meer mogelijk was om tegen hun protest een protest te maken. Dat kon niet? Nee. Wat bizar. En dat kan dus achteraf alleen maar via strafrecht en dingen. En er is nog steeds iets wat loopt, maar
Ja, ik ga er niet meer vanuit dat het wordt teruggedraaid. En, ja. Hoe is het eigenlijk met die ceremonie verder gegaan? Want ze braken hem af. Ja, zij zijn daarna doorgegaan. En nou ja, het was eigenlijk allemaal heel bizar. Ik ben op een gegeven moment mochten wij eindelijk weg daar naar die kleedkamer. Want het duurde allemaal heel lang. En ik zei, we zaten nog steeds in natte kleding. Zonder eten, zonder drinken. En ja, voor mij natuurlijk een hels hoofdpijn eigenlijk van dit hele gebeuren. En terwijl wij daar zaten, wist ik dat ze achter de schermen dus in een kamertje aan het overleggen waren. En daar kwam op een gegeven moment een schreeuw vandaan. Een schreeuw uit de verkeerde hoek. Dus toen wist ik wel hoe laat het was. Oké, dit is helemaal fout. En ja, dan, op dat moment was het natuurlijk gewoon klaar. Was ik er ook klaar mee. Dus ik dacht, ik pak mijn tas, ik ga hier weg. Ik was midden in Rusland, in Siberië. Maar ik denk, ik moet hier weg. En toen kwam de organisatie nog wel naar me toe van dat ze het heel vervelend vonden. En ze kwamen smeken of ik dan naar die medailleuitreiking kwam. Want dat komt natuurlijk niet voor dat daar geen mensen staan. En nog een beetje dreigen dat ze dan me voor 2 jaar zouden schorsen en zo. En ja, op dat moment dacht ik, ja, ga je gang, maakt mij er nou nog uit. Dus ik ben weggegaan naar buiten, gewoon de kou in. En zij heeft die medaille nog gepakt. Ik heb hem nooit meer gekregen. Dus ik heb die medaille nooit. Ik ben er wel eens gesproken. Nee. Dat wil je ook niet. Nee. Ik zei er neer. Nou, nee, maar nee. Geen behoefte aan. Nee, zeker niet. Nee. En toen kwam dat in maart, dat Olympisch kwalificatietoernooi. Ja. Jij ging op 17 maart, moest je de eerste wedstrijd boksen. Ja. En op zondag 15 maart, dat was die zondag dat hier die horeca Het was 1 dag voor mijn wedstrijd. Ja. En nou ja, het was ook eigenlijk al raar dat jullie eraan begonnen. Ja, nou, er werden al heel veel vragen van tevoren gesteld. En maar ja, wij zaten in dat vliegtuig daar naartoe, dus elke media die mij belde, ik zei nee, het gaat door. En nou ja, die meeting is geweest voor de coaches, de loting was geweest. Dat je denkt, nou de loting die ligt er, dus dat moet er doorgaan. En de eerste bel was gegaan en de wedstrijden liepen. Dus op dat moment is er geen ene seconde in je hoofd geweest van we kunnen het afbreken. Want er is gewoon nog nooit een toernooi afgebroken halverwege. En nu dus wel. Dus wij waren klaar voor de allerlaatste training voor mij. En toen was er dus 's middags ineens dat ze zeiden van de coaches, er is een technische meeting om 4 uur. En eerder was er wel verteld van als het allemaal nog uit de hand gaat lopen met die corona, dan gaan we de dingen wat aanscherpen. Dus dan wordt het toernooi misschien korter, halen we de rustdagen eruit, meer sessies en dan zijn we eerder thuis. Maar zo niet. Dus toen, wij stonden echt al op te warmen voor die training. En toen kwamen we zeggen, het is klaar, we gaan naar huis. En toen bleek eigenlijk pas in Nederland, waar je geconfronteerd werd met die maatregelen, hoe vrij het eigenlijk daar nog was. Ja, zeker. Want wij zijn nog naar Londen geweest op een vrije ochtend, even met de metro heen en weer. En we stonden daar met z'n 16 in de lift. En achteraf bleek dus ook dat de jongens uit ons hotel ook daadwerkelijk positief waren toen. Dus dat had ook wel uit de hand kunnen lopen. Ja, het is daar natuurlijk ook. Het is in Londen ook uit de hand gelopen in Engeland. Ja. Dat is niet voor niks ook. Ja, hey, en klopt het nou dat je daar tussen dat WK en dat OKT nog in Vietnam ben geweest? Ja. Ja, die vakantie stond eigenlijk al gepland voor later dat jaar. En toen ik terugkwam, was je natuurlijk gewoon wel, weet ik het, in de war, boos, ellendig. En ik zou met mijn moeder gaan. Ik heb haar opgebeld en we gaan deze week. Dus we hebben het omgeboekt. En het is een soort vlucht. Maar dat was wel heel goed om te relativeren. En ik had het geluk eigenlijk dat toen ik thuis kwam, dat we toen hier heel snel in het Excelsior Stadion de bokswedstrijden hadden. Nederland tegen Kazachstan. En ja, dat was een beetje mijn gelukje, want daardoor moest ik heel snel weer trainen en eind van die week moest ik in de ring. En dan heb je toch weer een beetje een nieuwe ervaring die er overheen gespoeld is. Ja. Die reis die brengt mij ook op de vraag van Sammy. Ben je wel eens geen topsporter of ben je hier 24/7 elke dag mee bezig? Nou, je blijft de topsporter, want dat ben je nou eenmaal. Maar het is niet 24 uur per dag altijd boksen. Zeker niet. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld in Vietnam? Ben je daar dan ook aan trainen? Of? Nee. Nee, maar toen was ik er natuurlijk helemaal klaar mee. En als je normaal 2-3 weken vakantie neemt, dan zou je dat wel altijd goed plannen in een jaar natuurlijk. Dus niet zoals, het is zomervakantie, dus wij hebben vakantie. Nee, na een groot toernooi, dan is het even tijd voor een break. En als je zo'n sport zo lang doet, dan moet dat ook wel, denk ik, op de juiste momenten gas terug om je lichaam heel te houden. En maar verder ook hier zo thuis, heb ik ook gewoon mijn vrije momenten. Je dag is ingedeeld. Misschien moet je 's ochtends trainen en 's avonds trainen. Je hebt daartussen een heleboel uren. Eigenlijk heb ik heel veel vrijheid daarin. Want in andere landen zitten ze vaak intern, maar wij regelen eigenlijk alles vanuit huis in Rotterdam.
En dat geluk heb ik, dus dan kan ik ook met de hond naar buiten. En ja, ook de afgelopen tijd, ja, in de coronatijd was het natuurlijk een en al vrijheid. Want eerst mochten we niet eens binnen trainen en dan deden we wel wat in de tuin. Maar ja, genoeg vrijheid gehad de afgelopen tijd. En eigenlijk is het de bedoeling dat het nu weer echt heel strikt wordt. Had jij wel eens van het Noeska Fontein pad gehoord? Nee. Ja, dat bestaat gewoon, hè? Zo. Ja. Waar is dat? In Schiedam. Ja. In Schiedam? Ja. Nieuwewijk. Er staat een huis te koop. Nummer 16. Oh. Weet je dat? €499.500 kost te koop. Ik vind dat haar cadeau moeten doen. Ja, leuk. In ruil voor het gebruiken van die naam. Ja. Is dat nog, want jij woont daar, hè, in Schiedam. Ja. Met hart en ziel. Ja. Is dat ooit nog op een of andere manier in je hoofd verschenen van mooi als ik... Om daar te gaan wonen? Ja. Ja, zeker. Maar ik ben even langs gegaan, want eigenlijk zouden we een leuke opening hebben. En dat is natuurlijk door de omstandigheden niet doorgegaan. Maar ik ben er wel langs gegaan. En het is een mooie wijk, helemaal nieuw. En ik zit op de hoek van de Sven Kramer en de Epke Zonneland weg en zo. Dus dat is wel heel grappig. Een mooie Olympische wijk. Mooi. En ik ben er even wezen kijken van moet ik daar gaan wonen. Maar ik vind mooie huizen, maar niet per se beter dan waar ik nu woon. Dus het staat op die oude veld. Die had Harga vroeger. Ja, natuurlijk. Ja, Hermes DVS. Ja, oh, ja, Hermes. Er staat voor een stukje op, staat die wijk op het oude terrein van Hermes DVS. En van SVDPW. Ja. Oké. Okay. Klopt. Maar ja. Noeska Fonteinpad, wat mooi. Ja. Mandy vraagt nog, help mij, hoe blijf ik gemotiveerd om te sporten? Door iets te zoeken wat je leuk vindt, denk ik. Want dat is gewoon waar het bij valt of staat, denk ik. Ik denk vooral dat er voor iedereen wel een sport is die je leuk moet vinden. Maar ik denk dat je moet zoeken naar wat bij jou past. Dus ja, mensen zeggen, ga lekker hardlopen dan. Ja, er zijn zoveel mensen die zeggen, lekker hardlopen. Ja, dat is gewoon niks voor mij. Misschien vind je een spel veel leuker met een bal of in een team. En dan heb je ook gewoon niet in de gaten dat je aan het sporten bent. En dat is er gewoon ook bij boksen. Als je met dat spelletje bezig bent, je zweet je rot, je hijgt als een beer. Maar je bent bezig met die technieken. En na dat uur ben je gewoon helemaal voldaan. En wil je gewoon volgende keer weer. Dus ik denk vooral zoeken naar iets wat je leuk vindt. Geen ontkomen aan, Mandy. Nee. Bram, die duikt tenslotte nog een beetje in je psyche. Die zegt, wat gebeurt er nou precies van binnen als je met je sport bezig bent om mensen te slopen, om het maar even op die manier te zeggen, en met je vak, fysiotherapeut, bezig bent om mensen te helen? Ja, nou ik beoefen mijn beroep niet, als fysiotherapeut niet. Wel als personal trainer zijn we nu bezig, sinds die corona eigenlijk veel doe ik wat lessen bij mensen aan huis of buiten. Maar qua training denk ik dat wij altijd wel goed in de gaten hebben wat goed voor mij is en wat niet. En natuurlijk is boksen een sport waarbij je klappen op je kop krijgt. Dus per definitie niet heel fijn. Maar we hebben altijd goede bescherming. We zorgen dat ik die kap op heb. Dat die tegenstanders altijd goede handschoenen hebben. En qua training ook. Mijn trainer staat er bovenop. En we zijn daar niet een kroeggevecht aan het uitvechten. Dus het is altijd techniek. En als die ander zwaarder is, dan hou je rekening mee. Dus in die zin houden we daar, zijn we daarmee bezig. En in 2016 heb ik ook een hersenscan laten doen. Dat was niet nodig, maar om te denken van ik ga 4 jaar door. Niet wetende dat het minstens 4 jaar, dat het minstens 5 jaar wordt. Wilde ik checken of alles daar nog goed was. Dus heb ik eigenlijk preventief een check laten doen. En op dat moment was alles goed. En toen heb ik gedacht, nou, dan kan er ook nog wel wat jaren bij met gezond verstand. En mijn huisarts vond het wel mooi, want die moest natuurlijk die verwijzing sturen voor die scan. En die zei, ja, wat je me nu vraagt is eigenlijk of een roker vraagt van maak even een scan van mijn longen. Ja. Als het goed is, oké, mooi, dan ga ik nog lekker door met roken. Dus dat snap ik ook wel, maar ik heb het gevoel dat wel goed komt. Wie hebben we dinsdag? Nog niet bekend, Frank. Oh. Nee, we zijn wel bezig natuurlijk met de gasten voor de komende dagen en weken, maar dat is nog niet helemaal rond. Dus we zijn met een aantal mensen bezig. Ja. Sally Dump, Bluetooth speaker Peter van der Wielen, mailen naar info@reur.nl. Hij heeft niet overdreven, hè, met dat je zo leuk bent. Ik weet het niet, dat zijn jullie. Nee. Nee? Geen woord te veel gezegd. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Jij bedankt en jij bedankt. Je was een fantastisch publiek. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade, VLS, Citybril, Citylens en Jax.nl.